1.2 Je Eet podcast. Voedingsmiddelen is dat wat je in de winkel koopt, wat je eet. En in die voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen. Dat zijn de dingen die je lichaam nodig heeft. En er zijn er een stuk of 6 van. Hier komen ze op. En de 6e, dat zijn vitamine. Nu kun je die in groepen verdelen. Je hebt hele kleine, mineralen, vitamine en water. En je hebt grote, dat zijn de andere 3, koolhydraten, eiwitten en vetten. Die kleine, die kunnen zo je bloed in. Maar die grote, die moeten worden verteerd. Die moeten worden klein gemaakt. En het eten gaat door je slokdarm, maar ook door de rest van je lichaam. Met peristaltische bewegingen, kringspieren die trekken samen. Je verteringsstelsel, hier komt voedsel aan en het komt terecht in je mondholte. Dan gaat die door naar je slokdarm. Vervolgens komt hij in je maag, dan blijft hij een tijdje. En dan gaat hij door naar de 12-vingerige darm. Komt dan in je dunne darm terecht. En vervolgens gaat hij door naar de dikke darm. Na de dikke darm komt hij in de endeldarm. En tenslotte gaat hij via de anus naar buiten. Voedingsmiddelen die groot zijn, zoals zetmeel, die worden met enzymen, met eiwitten, in stukken geknipt. Eerst maak je daar grote stukken van. En die grote stukken worden met een ander enzym, een ander verteringssap, tot hele kleine stukjes geknipt. Totdat ze, tenslotte, je lichaam in kunnen. Wat je hier ziet is zetmeel, die in steeds kleinere stukjes wordt gemaakt. En zetmeel wordt afgebroken tot het glucose is. En glucose is de enige koolhydraat die zo naar binnen kan. Die zo door de wand van de darm je bloed in kan. Nou, de laatste worden nog stuk geknipt. En nu hebben we allemaal glucosedeeltjes over. En die kunnen zo het bloed in. Nou, die verteringssappen waar ik net over vertelde. De eerste is speeksel. Die wordt aangemaakt in de speekselklieren. En speeksel verteert koolhydraten. Bijvoorbeeld zetmeel. Het volgende verteringssap dat we tegenkomen is het maagsap. Dat zit in de maag en dat verteert eiwitten. En het is ook heel zuur, dus het doodt bacteriën die je eventueel opeet. De gal, die wordt gemaakt in de lever. En dat is een bijzonder verteringssap, want het maakt er druppeltjes van. Dan hebben we nog alvleessap, wordt gemaakt in de alvleesklier, hoe kan het ook anders. En dat verteert vetten. Als laatste hebben we nog het dunne darmsap. Het darmsap wordt gemaakt in de dunne darm. En dat verteert alle 3. Eiwitten, koolhydraten en vetten. En dit is de binnenkant van de darm, door de wand en dan komt hij terecht in het bloedvaatje. En zo worden dan de voedingsstoffen meegenomen. Dit was het alweer. De 1.2 podcast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.
like we were the only ones around. It felt like we were in our own little fairy tale. I can't stop thinking of you and every little thing you do. I'm hoping you were thinking of me too. And while we are apart, I've got this ache deep down.